Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Elke Roes is de 25e koningin van de Vrije Hans. Straks moet ze haar titel verdedigen. In een korte reactie lijkt Elke nog steeds onder de indruk van haar overwinning. Hallo, ik ben Elke. Ik ben koningin 2019. Ik ben 21 jaar en ik woon in Berendrecht. Hoe word je koningin? Ja, met mee te rijden op paard, mee aan de gans te trekken. Dus je wordt lid van de vrouwengans. Je komt dan op een wachtlijst die dat een bepaalde tijd heeft. En als je daarin geselecteerd wordt dat je wachtlijst op is, dan mogen jij meerijden en dan moet jij je nummer trekken en dan rijd je op volgorde. En ja, ja, dan rijden we in het dorp waar het de koningin van vorig jaar wilt. Daar rijden we. Je paard klaarmaken, dat is ook altijd heel spannend, hoe dat het eruit gaat zien als je het vleegt en als je alles doet. Er is niet veel moeilijk aan, je moet gewoon kunnen trekken en je moet kunnen paardrijden. Dan gaat dat allemaal mee vanzelf. De kracht is wel goed meegenomen, voor dan ja, heb je meer kans dat je hem trekt natuurlijk. Hè. Als je koningin wordt, dat geeft je een heel eer. Je voelt je ineens zo, ja, koningin. En dan heb jij de titel van koningin. En dat is wel plezant. En dan het feest daarachter is ook altijd heel leuk. En dan ja, het geld dat we binnen hebben, dat dan naar het goede doel gaat. Dat is helemaal plezant, hè. Ik voelde mij er wel... Ik had wel heel veel stress dat ik onder de gallen ging. En ja, je hebt dat wel ineens door dat je de kop vast hebt. En dan heb je wel zoiets van, ja, en je gaat daar helemaal in mee, hè. Je leeft je eigen echt mee in dat wereldje. En dat is wel, dat is gewoon, ik weet niet hoe plezant. Dat is echt zalig.